Dag, fijn dat u kijkt naar deze video van Art & Leisure. Vandaag neem ik u graag mee naar het Rijksmuseum om te kijken naar een van de meest geliefde werken uit de collectie 19e eeuw. En dat is het meisje in witte kimono, geschilderd door George Hendrik Breitner. Dit prachtige schilderij maakt deel uit van een serie van maar liefst 13 kimono-schilderijen die Breitner vervaardigde in zijn Amsterdamse periode. In deze video laat ik u graag zien hoe dit werk past binnen het oeuvre van Breitner en hoe het aansluit bij de kunst van de 19e eeuw in Europa. Maar eerst kijken we naar Breitner zelf. U ziet hier een zelfportret van Breitner uit zijn Haagse periode, waar ook zijn carrière begon. Hij wordt daar sterk beïnvloed door de schilders van de Haagse school, die realisme zo hoog in het vaandel hadden staan. Op het moment dat Breitner in de stad is, is daar ook een andere schilder werkzaam. En dat is Isaac Israels, zoon van de grote Jozef Israels, de beroemde meester van de Haagse school. En Breitner heeft constant het idee dat hij moet opboksen tegen Isaac Israels. En dat hij steeds het onderspit delft. En uiteindelijk besluit hij het over een andere boeg te gooien. Hij besluit de schilder van het volk te worden. Le peintre du peuple. En hij gaat zich vanaf dat moment toeleggen op het schilderen van de lagere klasse. Ook besluit hij in 1886 naar Amsterdam te verhuizen, om daar zijn carrière voort te zetten. En ook in Amsterdam, zoals u hier ziet, schildert hij de dienstmeisjes en de arbeiders, de lagere klasse die hij op straat tegenkomt. In Amsterdam voegt hij zich bij een groepje schilders die wij kennen als de schilders van 80, ofwel de Amsterdamse impressionisten. Ze worden nu wel gezien als de eerste avant-gardistische kunstbeweging van Nederland. Tot die groep hoorden niet alleen Breitner, maar ook bijvoorbeeld Willem Witse en Isaac Israels, die zich iets later in Amsterdam vestigt. En deze schilders, die zich toelegden op het maken van naakten en portretten en stadsgezichten, die vonden waarachtigheid heel belangrijk en waarneming en impressies. En dat is precies wat we terugzien in het werk van Breitner. Zoals bijvoorbeeld hier. Kijk naar die drie meisjes die zo levendig over de Westermarkt huppelen. Het is een uitermate levendige impressie. En kijk naar die dames aan de linkerkant, die zich heel duidelijk voortbewegen over de straat, soms afgesneden door het beeldvlak. En die afsnijding, dat is een teken dat we te maken hebben met een invloed, met een inspiratie uit de fotografie. Breitner kennen we immers ook als de grote fotograaf. Tussen 1889 en 1915 maakte hij meer dan 2500 foto's. Sommige maakte hij met een platencamera, een zeer geavanceerde technische camera. En sommige, zoals deze, maakte hij met een boxcamera. Met dat boxje kon je snapshots maken. Eigenlijk een bewogen beeld. De vrouwen lopen over de dam. En aan de linkerkant ziet u zelfs een man het beeldvlak instappen. Afgesneden door het beeldvlak. En dat is iets wat we dus ook in dat schilderij zagen. Breitner is zeker niet de enige die fotografie in zijn schilderkunst gebruikt. Ook de Franse impressionist Edgar Degas hield zich daarmee bezig. En ze gebruiken die foto's dan als een vormexperiment of als een geheugensteuntje en soms zelfs als een letterlijk voorbeeld voor een schilderij. Het zorgt in ieder geval voor levendigheid in hun schilderijen. En dat is iets wat we eigenlijk niet terugzien in Ons meisje in witte kimono. Deze serie kunnen we toch vooral omschrijven als intiem en verstild, ook wel elegant. Maar ook hier maakt Breitner gebruik van fotografie. En maakt hij ook weer gebruik van een volkstype. Want we weten namelijk wie dit is. Dit is Geesje Kwak, een 16-jarig meisje, hoederverkoopster of naaister in de Jordaan, de volksbuurt van Amsterdam. En ze leren elkaar kennen in 1893. En Breitner nodigt het meisje uit om naar zijn atelier aan de Lauriergracht te komen.
Hij geeft haar een kimono om aan te trekken. En hij laat haar vrijelijk door zijn atelier lopen. En ondertussen maakt hij foto's van haar. En die foto's vormen het uitgangspunt, de inspiratie voor die serie van 13 schilderijen. En deze foto specifiek wordt wel beschouwd als de inspiratiebron voor ons meisje in witte kimono. En natuurlijk zijn er wel verschillen, waardoor we dus zien dat Breitner hier niet letterlijk de foto als voorbeeld heeft genomen. Het meisje is op het bedje gaan liggen, op de divan gaan liggen. Met haar hoofd, voor ons gezien, naar links. Met haar ogen dicht. En met een donkerkleurige kimono. We weten dat dit de rode kimono is die in veel van die schilderijen, die 13 schilderijen, figureert. Maar hij kiest er in ons meisje met witte kimono voor om die kimono een andere kleur te geven. Maar ook de andere kant op te laten liggen met het hoofd naar rechts. En haar ogen te openen, waarmee ze dromerig naar het plafond kijkt. En dat is ontzettend sfeerbepalend in dit werk. En zo past hij dus met die fotografie heel erg in die trend van de 19e eeuw. Maar ook door het gebruik van Japanse elementen past die in die 19e eeuw. Midden 19e eeuw zien we namelijk dat Japan de grenzen opent. En dat brengt een enorme populariteit van Japanse voorwerpen teweeg in Europa. Mensen willen lakwerkkasten en kimono's en waaiers, kamerschermen. En de kunstenaars van de 19e eeuw laten zich inspireren door Japanse prentkunst, die in grote getalen naar Europa komt. In heel Europa zien we dat het een rage wordt, dat Japonisme of Japonisme. Behalve in Nederland. Hier gaan we daar niet zo in mee. En daarmee vormt Breitner dus als het ware een uitzondering. En in dit meisje in witte kimono gaat het veel verder dan het oppervlakkige gebruik van Japanse voorwerpen, een kimono, een kamerscherm op de achtergrond. Maar de Japanse prentkunst gebruikt hij ook hier als een middel om het schilderij vorm te geven. Kijk bijvoorbeeld eens naar dit werk van Hiroshige. Het is natuurlijk weliswaar een landschap, maar u ziet hier een zekere mate van platheid. Japanse prenten worden daardoor gekenmerkt. Ze zijn meer decoratief dan heel erg diep bijvoorbeeld. En die verplatting, die decoratieve verplatting, zien we ook terug in het werk van Breitner. Kijk eens wat hij hier doet met het kleurgebruik. Het kamerscherm op de achtergrond, met die vogels en die plantmotieven, die we overigens ook in de kimono terugzien, heeft dezelfde tint als het kleedje over het bed, dat in oriëntaalse motieven vormgegeven is. En diezelfde motieven zien we ook in het vloerkleed terug. Wat er daarmee gebeurt, is dat die kleuren als het ware in elkaar overgaan. Het wordt één geheel. En daardoor verdwijnt als het ware het verschil tussen de voorgrond en de achtergrond en krijg je dus een verplatting. En tegen die platte achtergrond, als ik het zo mag noemen, vormt die witte kimono natuurlijk echt een eyecatcher. En tegen dat zilverachtige wit zien we dan weer een aantal kleuren die heel erg de aandacht vangen. Zoals het rood onderaan de mouwen. En de oranje ceintuur. En zo zien we dus dat Breitner met de fotografie en met het gebruik van Japanse invloeden heel erg aansluit bij de Europese kunst van de 19e eeuw. Maar door het gebruik van zijn volkse types ook gewoon heel erg aansluit bij zijn eigen stijl. Ik hoop dat u geïnspireerd bent geraakt om binnenkort een keertje in het Rijksmuseum dit werk in het echt te gaan bekijken. Ik wil u in ieder geval danken voor uw aandacht. Fijn dat u heeft gekeken. Mocht u geen enkele video willen missen, druk dan op abonneren. En ik zie u heel graag een volgende keer weer terug.